Voor ons is een goede gebiedsagenda, als die daadwerkelijk integraal is, ook in de initiatieven voor uitvoering waar die toe gaat leiden. Dus dat begint met de ambitie. Die moet de verschillende componenten, sociale agenda, ecologische agenda en de economische agenda verbinden. Maar dat moet je straks ook buiten in de projecten terugzien. De wereld verandert niet van vandaag op morgen, maar we moeten wel bijsturen naar die duurzame toekomst. En dat is wel een grote uitdaging voor de gebiedsagenda. In het rivierengebied heb je gemiddeld genomen vruchtbare grond. Het is logisch dat daar belangrijke voedselproductie en landbouwsectoren zitten. En wat ik mis in de gebiedsagenda bijvoorbeeld, dus dat is een van de dingen die wij voor het vervolg heel graag willen oppakken, is: kan de landbouw meer natuurinclusief worden? De rol die wij vaak nemen, noem ik zelf die van constructief kritische bijdrage. Dus wij zijn niet van de actie waarbij we ons verwijderen van andere partijen, omdat ieder dan zijn gelijk probeert te houden en er gebeurt er niks. Maar wij zoeken de samenwerking met partijen, maar agenderen wel datgene wat er voor een duurzame toekomst nodig is. 2030 klinkt misschien ver weg, maar dat zijn we zo. Weet je, dat vliegt voorbij. Dus het is voor ons ook heel belangrijk om die grote opgaven die er zijn, voor bodem, voor water, voor biodiversiteit, voor klimaat, die kunnen niet wachten tot 2030 en later voordat we aan de slag gaan. Dus naast de inhoud van wat moet erin zitten, gaat het er ons ook om. Kom van ambitie ook naar concrete uitvoering, naar concrete initiatieven en praktische doelen. En ga daaraan werken, liever vandaag dan morgen. Ja.